Ja, het was een, een drukke week weer. Uh, iedereen uh, had weer een mening over je vanwege de boeren uh, uitspraken. Ja, ja dat, heeft, uh, dat had direct spectaculaire resultaten. <laughs> ik werd overspoeld met woede. Waardoor allerlei lieden die vonden dat ik mij daar niet over uit moest spreken. Uh, maar ja, je weet dat de zijde in Nederland, want daar komt dat vandaan... dat men weinig begrijpt van argumentatie. Men denkt eigenlijk als je zegt hij is dik... Hij is oud, dat dan ook zijn redeneringen niet juist zijn, maar het ene heeft niets met het andere te maken. Ook dunne jonge mensen kunnen hele domme dingen zeggen, ja. maar daar begrijpen ze eigenlijk niets van. Het is niet veel meer dan schelden. Men is ook werkelijk verbazingwekkend slecht geïnformeerd, laat ik er dat ook maar mee even zeggen. En eh, hoe zal ik dat als beleefd zeggen? Eh, je hebt wel het indruk dat het IQ eh, ook gemiddeld wel wat onder de 100 zit. Maar er waren ook mensen die zeiden, laat hem eens langskomen op de boerderij. Dan, dan leggen we eens uit hoe het zit. Ja, alsof ik niet begrijp hoe een boerderij werkt. Ik heb net nog een groot stuk, nog niet zo lang geleden, in de NRC gelezen. Dat mega veebedrijven, dat die in de laatste paar jaar nog heel sterk zijn uitgebreid. In aantal, waardoor je ook denkt, wat een vreemde sector. Ze moeten daar toch ook wel vermoeden, dat dit de toekomst niet is. En desondanks... Is daar kennelijk nog steeds sprake van een aanzienlijke expansie? En hoe groter die recente expansie, hoe groter natuurlijk ook de komende krimp. Ja, de kritiek is toch vooral een beetje dat wij ons niet kunnen voorstellen, vooral hier in de randstad, hoe het is om een boerderij te hebben en straks de ja, helft van je eigen boerderij te doen. Het is een beetje toch een beetje ot en sin romantiek. Een boerderij is een bedrijf, het is niet anders. Ja, met die bedrijven. Nu hebben wij toevallig te veel van die bedrijven op specifieke punten. Lang niet overal, op specifieke punten. Zal er uiteindelijk toch een soort sanering moeten plaatsvinden van de grote veebedrijven in Nederland? Ja, zonder meer. Daar is iedereen het ook wel over eens. De hele vraag is: hoe zal die sanering plaatsvinden? Als je natuurlijk zegt: stikstof. Helemaal geen probleem, hartstikke goed voor de plantjes. Eh, we hoeven er niets aan te doen. Ja, dan zit je fout. Dat is natuurlijk de instelling van veel van die mensen die dan ook op Twitter tien van die tractortjes in hun biootje hebben zitten. Ja, het is ook wel komisch. Het, het doet mij in zoverre wel goed dat ik denk, nou ja, als rechts echt zo stom is als Twitter doet vermoeden, dan zijn de gevaren van rechts, die zijn ook in feite vrij beperkt. Dus ik maak me daar echt niet druk over. Sterker nog, het heeft ook wel vaak een enigszins komisch karakter. Vooral als je de spellingsfouten en een niet-lopende zin, als je die er een beetje bij optelt, dan heeft het wel iets komisch. Raakt het je nog als je die dingen leest? Nee, want je weet, je weet waar het vandaan komt. Dus ja, ja, in zekere zin moet je wel zeggen dat de sociale media, en in het bijzonder natuurlijk Twitter, dat die wel denk ik een polariserend effect hebben. Doordat mensen. Vergeet ook niet dat het overgrote deel van dit soort van reacties is anoniem. Ja, dus het zijn. Ja, het zijn. Ik zie het, ik zie het altijd voor mij als als ik. De droevige mannen van tussen de 40 en de 50. die nog net voldoende testosteron hebben om zich op te winden. En dan die s'avonds dan na de gebakken aardappeltjes naar boven trekken naar hun, naar hun uh, mannen vertrekken, om het zo maar te zeggen. En dan op hun computer dit soort van boodschappen gaan zitten typen. <laughs> Waarbij ik ook zou willen aanbevelen, als u nou dat berichtje getypt hebt, zoveel is het niet, 140 tekens, toch. Zou u dan niet even de zaak teruglezen, zodat u de. De ergste spellingsfouten en de, de meeste kruipende zinnen er even uit kunt vissen. Dus nee, het heeft gek genoeg op mij wel een bemoedigend karakter. Ik vind het wel raar dat veel andere media kennelijk toch zo verlegen zitten om confrontatie, ruzie, opwinding in de tent. Dat ze Twitter serieus nemen als een medium wat representatief is voor de Nederlandse meningsvorming, wat het helemaal niet is. Uh, het is, het is een, Zeker ten aanzien van de rechtsopvattingen is, uh, ja, is het een vrij marginaal gebeuren. Sowieso is Twitter, als ik het goed begrepen heb, uh, in Nederland niet zo verschrikkelijk groot. En Twitter heeft de, de bekende retweet-machine, dus ze retweeten steeds mekaar. Wat je ook goed kunt merken, omdat ze dus nergens iets van af weten, ze retweeten iemand anders die nergens iets van af weet. Dus nee, je kunt. Als je het zo aan zou trekken, dan, dan zou je denken, als je het voor dat je het over serieus neemt, dan moet je emigreren, bij wijze van ja. spreken. Maar denk je dat die mensen ook uh, uh, de gave hebben om het uh, in je gezicht te zeggen, dus real life? Nee, 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 dat is een bekend geval. Ik heb toch wel eens verteld van die, van die man, dat bleek een Belg te zijn, dat was een EO-programma. En dat was natuurlijk misschien vanuit de christelijke gedachte op het idee gekomen om mensen die dus heel ver van elkaar afstaan, ideologisch, om die met elkaar te confronteren. In dit geval was dit iemand die mij echt uitgescholden had op een typisch Twitteriaanse wijze. En die hadden ze gebeld en ze hadden mij gebeld, ze van heb je bezwaar tegen om met die man aan de telefoon een en ander te bespreken. Nou ik had ik alleen helemaal geen bezwaar tegen eerlijk gezegd. Ik was wel benieuwd, bleek dus nogmaals een Belg te zijn. Ja, en naarmate het gesprek zich ontwikkelde, ja, retireerde hij steeds meer en meer. En ja, tenslotte werd ik door hem uitgenodigd voor een gezellig samenzijn, wat ik natuurlijk wel een dat is er overigens niet van gekomen, maar dus zo, zo werkt het eigenlijk. Zodra natuurlijk het contact persoonlijk is en niet anoniem op je, op je mannenkamertje onder de schuin staande uh, zolderbalken, hè, dan, dan wordt het heel anders natuurlijk. Want dan, ja, dan. We weten dat ook natuurlijk met, met vluchtelingen en immigranten, individualiseren het en je denkt, oh jee, wat zielig moeten we iets aan doen enzovoort. Zo, zo werkt de mens. Hè. We hebben er geen enkel bezwaar tegen om de zeeën leeg te vissen. Maar als je zo'n dode zo of stervende botvis op het strand hebt. dan denk je: Ah, oh, dat is toch zielig, wat een zielig beest. Moeten we daar niet iets aan doen? We gaan er massaal heen om een boterhammen te voeren. Het, het, dat is eigenlijk een, een, een heel bekend effect. En ik denk dat dat in het geval van de boze twitteraar. Voor een belangrijk gedeelte ook zo zou zijn. Ik zet even het raam een tikkeltje. Ja, doe maar dicht. Want wij worden geteisterd door de elementen. Je krijgt heel wat stroom, anders doet hij het niet. Uh... Oh, kijk. Ik dus denk dat... dat het zo al, al, al niet meer zo is. Dus de oproep is eigenlijk... Uh, denk eventjes na voordat je op enter drukt... voordat je het verstuurt. Nou, ik, ik, roep, ik roep ze tot niks op. Oh. Uh, er is in Nederland sprake van vrije meningsuiting... en er is dus ook sprake van een vrije meningsuiting van... Ja, kun je het nog meningen noemen, het zijn een soort, soort het, het is, wordt voor belangrijk deken denk ik, door emotie gedreven. Het zijn mensen die, die in die bubbel, in die rechtse bubbel terecht zijn gekomen en ja, het land bestaat ongelukkigwijs uit me meerdere bubbels, die natuurlijk allemaal vinden dat ze groot gelijk hebben en dat de andere bubbels, nou misschien niet vernietigd moeten worden, maar wel de mond gesnoerd moeten worden. Ja. Dat is een van de meest merkwaardige aspecten ook. ...van dit type van debatten in Nederland... ...dat het geweldige voorstanders zijn van de vrije meningsuiting... ...vooral als het gaat om hun eigenaardige opvattingen. Maar in mijn geval, ik, dient, ik dien onmiddellijk geweerd te worden van alle, van alle media. Hoe is het mogelijk dat die beschimmelde bejaarde nog gevraagd wordt voor tv-programma's? Nou ja, je ziet, het, is, ja, het heeft wel iets komisch. Maar de, ik, ik heb begrepen van een onderzoek, wat overigens alweer jaren geleden is, maar ik denk niet dat het sterk veranderd is: dat die rechtse retweetgroep, om het zo maar te zeggen, dat waren geloof ik 14.000 mensen of zo. En je ziet ook veel als je ernaar kijkt, want ja, dat moet ik zeggen, ik, heb, ik ben toch geneigd om er naar te kijken. <laughs> al was het maar om eens te zien hoe de tegenstander eruit ziet. En nou, je komt er niet van onder de indruk. Laten we, laten we het mild samenvatten. Je bedoelt het uiterlijk van die mensen? Nee, 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 het nee. uiterlijk maakt me helemaal niks oh. uit. Anders dan zij, heb ik niet het gevoel dat uiterlijk iets zegt over de houdbaarheid van je argumenten.